Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. De bewolking overheerst vandaag. Op de satellietfoto van half twee vanmiddag zien we dat er wel een paar opklaringen voorkomen, waar dus de zon af en toe kan schijnen. Maar ja, die opklaringen trekken ook vrij snel weer dicht met nieuwe wolken. Verder komen er in de loop van de middag en vroege avond een aantal buien vanuit het oosten over het land geschoven. En met name in de oostelijke helft van het land, langs de oostgrens, kunnen die buien wat steviger uitpakken met misschien zelfs wel een klap onweer. Als we eerst nog naar een wat groter plaatje gaan kijken, dan zien we dat een flink deel van West-Europa en ook het midden van Europa met veel wolken te maken heeft. En dat hangt allemaal samen met een lage drukgebied. Dat lage drukgebied is de afgelopen dagen vanuit het oosten naar het westen toegetrokken. Is er nogal ongewone trekrichting voor een depressie? Normaal komen ze vanaf de oceaan en trekken dan het continent op. Deze keer gaan ze dus de andere kant op. En dat levert ook nogal wat ja, onzekerheid op in de weersverwachting de afgelopen tijd. Het was allemaal een beetje onduidelijk of we juist wolken of misschien wat meer zon zouden krijgen. Maar zoals we dus nu merken hebben de wolken het gewonnen. Het echte mooie zonnige weer dat zien we boven de Britse eilanden en in het zuiden van Scandinavië. Niet al te ver weg, maar toch net buiten bereik. Als we dan gaan kijken naar het weerbeeld voor vanavond. Op veel plaatsen overheerst nog steeds de bewolking. Een aantal buien die vanuit het oosten het land binnen kunnen trekken. Ze beperken zich wel vooral tot de zuidelijke helft van het land. In het zuidoosten kunnen die buien misschien wel gepaard gaan met een klap onweer. Voor de rest is het een graad of 13 en er waait een matige noordoostenwind. Komende nacht nog steeds veel bewolking, een paar spaarzame opklaringen, minimumtemperatuur rond 9 graden. In het zuiden kan uit het wolkendek nog steeds een spat regen vallen. In de rest van het land blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend ook in het zuiden nog steeds een spatje regen. Die neerslag, trekt, die neerslag trekt vervolgens weg. Dan is het een tijdje droog, maar in de loop van de middag en s avonds gaat het in het noorden van het land een tijdje regenen. En dat geldt ook voor tijdens de dode herdenking. Dus een paraplu is wel nodig als u daar buiten gaat herdenken. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden en er waait nog steeds een noordoostenwind die is matig in het waddengebied vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. Dan de komende dagen. Op vrijdag, bevrijdingsdag, ziet het er best aardig uit. Wel vrij veel wolken nog steeds, overwegend bewolkt zelfs in het midden-oosten en noordoosten van het land. Maar in het westen en in het zuiden, daar kan nu en dan de zon wel doorbreken en ziet het weerbeeld er gelijk weer wat vriendelijker uit. Middagtemperatuur nog steeds aan de lage kant voor begin mei, 11 tot 15 graden, bij een matige noordoostenwind. En in Groningen zou misschien een buitje kunnen vallen, maar voor de rest is het overwegend droog. Daarna knapt het weerbeeld echt op. In het weekeinde wordt het daarbij ook nog eens gelijk flink zachter. Tussen de 15 en 19 graden zelfs op zaterdag met behoorlijk veel zonneschijn en een matige oostenwind. Op zondag zien we alweer wat meer wolken in het weerbeeld verschijnen. Vooral in de oostelijke helft van het land zou later een enkele buitenontwikkeling kunnen komen. Maar nog steeds een flink deel van de dag is het gewoon droog. Dan kijken we tot slot naar de echte lange termijn. Dit is de temperatuurverwachting voor in de nacht en overdag. We zien duidelijk het weekend ertussen uitspringen met temperaturen richting de 20 graden. Daarna weer een kleine kentering. Maar met gemiddeld zo'n graad of 15 overdag is het dus niet heel erg koud. In de nachten zien we dat de temperaturen langzaam ietsje omlaag gaan. En nachtvorst is toch niet helemaal uit te sluiten in de loop van volgende week. Maar wat vooral opvalt is dat de eerste dagen het op de meeste plaatsen toch wel droog blijft. Ook begin volgende week nog. Maar daarna zien we toch echt dat de neerslag weer gaan toenemen. Dus het wordt geleidelijk aan weer wisselvalliger. Maar dan wel met temperaturen die zorgen voor eigenlijk groeizaam weer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.